Gezonde voeding is belangrijk. Is gezonde voeding wel lekker? En is het duur? Laten we het maar vragen. Nou, het idee gezonde voeding is eigenlijk natuurlijk een onderwerp wat altijd wel speelt. Maar we zijn hier nu eigenlijk op de Jasappel om een workshop te geven voor gezonde voeding. En dat is eigenlijk ontstaan vanuit het voedingsadviesteam en vanuit de werkgroep Leefstijl die wij hebben op de Jan Piet Haaien. Nou, die werkgroep Gezonde Leefstijl die bestaat eigenlijk al een tijd. En dat is eigenlijk voortgekomen vanuit het beleid wat er gemaakt moest worden een aantal jaar geleden. Dus instellingen moesten een beleid hebben voor gezonde leefstijl. Er zijn hele goede, mooie initiatieven, zoals deze ook hier, deze kookworkshop. Maar ik denk dat we vooral van elkaar moeten leren van alle goede dingen die er zijn. En om dat pluriembreed te gaan neerzetten. Op dit moment geven we een workshop gezonde voeding. En dan gaan we eigenlijk een pasta maaltijd koken met de groep die gezond is. Nou, wat wij willen dat met deze workshop, wat de groep moet onthouden, is eigenlijk dat ze dus een hele lekkere pasta kunnen maken en ook andere gerechten, maar net met een andere draai, dus met veel groenten. Even opletten wat voor vlees ze gebruiken, dus mager rundvlees, maar kip is bijvoorbeeld ook hartstikke goed. En dat ze minder zout gaan gebruiken en minder vet. Jazeker, wij proberen met de voeding echt wel rekening te houden met wat we op tafel zetten. Maar goed, we willen ook graag dat de jongeren ervan genieten wat we op tafel zetten. Dus daar proberen we een beetje middenweg in te vinden. Te veel zout is natuurlijk niet gezond, maar ze vinden het wel hier wel lekker, dus we gebruiken het wel. Maar we proberen ook met verse kruiden zoveel mogelijk de maaltijd lekker te maken. De meest gemaakte fouten zijn eigenlijk, denk ik, makkelijk koken. Dus uit pakjes met veel E-nummers. En dan denken ze dat het makkelijker is, maar eigenlijk hebben we hier ook een hele lekkere pasta gemaakt vandaag. Met verse wortel, diepvriesdopetten, want dat is veel gezonder. Mager rundvlees, dus dat is minder vet. En geen zout erin, maar extra kruiden. Waardoor je heel veel smaak krijgt en eigenlijk geen zout meer nodig hebt. Het heeft ook heel erg te maken met wie er denk ik in dienst is. En of je als groepsleiding graag kookt. Of dat je dat, of dat je daar een beetje affiniteit mee hebt. En dat heeft niet iedereen. En daarvoor hebben we eigenlijk ook dit in het leven geroepen. Om de groepen juist te ondersteunen. Om handvaten te geven om gezonder te koken. Nou, workshop is daar een onderdeel van. En dat andere onderdeel wordt een coach-app of een voedings-app. Waarin we eigenlijk zeg maar de groepen handvaten kunnen geven vanuit een digitale omgeving, vanuit een app. Om gezonder te koken. Wat doet het kennisnetwerk Somatiek en hoe kan je die bereiken? Het kennisnetwerk Somatiek is nog even op de achtergrond. Zijn we druk bezig om gezonde leefstijl pluriembreed vorm te gaan geven. Dus daar zijn we met weer een andere werkgroep mee bezig. En je kan ons bereiken door te mailen naar somatiek@plurijn.nl. Als je leuke ideeën hebt of je wil meedenken, laat het vooral weten. Ik vind het heel goed. We zijn dus nu bezig met de pilot hiervan. En ja, we moeten kijken wat eruit gaat komen. Ik hoop dat we nog gezondere maaltijden op tafel kunnen zetten. En dat vooral de jongeren er wel van blijven genieten. Zodat het wel leuk wordt om met z'n allen aan tafel te zitten en lekker te eten. Gezond koken is niet moeilijk, maar toch lekker. Hebben jullie een interessant onderwerp? Mail dan naar redactie@plurijn.nl en dan komt alles in orde.